print, de boodschap print today. Sport- en Jeugdzaken en GCI Suriname intensiveren samenwerking. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken en de Junior Chamber International GCI Suriname hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van de capaciteitsversterking van personeelsleden. Dit jaar is capaciteitsversterking de primaire focus voor het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ricardo Pollard, waarnemend directeur Jeugdzaken, Anil Gisai Dubé, voorzitter Regional Sport Academy en Roger Wong, nationale president van de GCI, hebben de overeenkomst op maandag 4 mei ondertekend. De waarnemend directeur van Jeugdzaken gaf aan dat het ministerie reeds enkele jaren een samenwerking heeft met GCI Suriname. Met het oog op de ontwikkeling van de jeugd en de taak van het ministerie is de overeenkomst wederom tot stand gekomen en wel voor 2 jaren. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.